Ik zie niemand die veel te veel Bacardi Cola's en taartje heeft gegeten, volgens mij, of wel? Nee, ze zien er redelijk afgetreden uit. We hebben vanochtend gelijk vetpercentage gemeten. Ik heb nog niet veel gehoord van mijn verzorger, maar voor mij waren er geen uitslagen heel erg omhoog. Dus dat is gunstig. Is dat een verrassing? Nou, nee, want ze hebben ook wel een schemaatje meegekregen. Natuurlijk zijn vijf weken vrij geweest, waarvan ze de eerste paar weken gewoon inderdaad lekker hun eigen ding kunnen doen. De laatste paar weken hadden ze wel een schema om inderdaad niet, het verval niet te groot te maken. En je bent natuurlijk lang doorgegaan met de play-offs erbij. En het prikkelt natuurlijk ook altijd weer als je Eredivisie gaat. Dan neem ik aan dat de jongens ook daardoor wat extra doen. Je zegt het zelf, hè? Jullie zijn lang doorgegaan. Had je toch alweer zin om te beginnen? Ja, vijf weken is lang zat, vind ik. Ik heb heerlijk genoten. Ik ben met de jongens naar Mallorca geweest. Met mijn familie naar Ibiza geweest. Toen ben ik zelf nog even een paar dagen naar Spanje geweest met een paar vrienden. Dus ik heb er erg van genoten. Maar ik was er wel aan toe om weer te beginnen en zo te merken aan de jongens ook wel. Met de jongens naar Mallorca, dus de teamgeest zit nog wel in orde? Ja, die zat sowieso in orde natuurlijk, maar dat zie je daar wel dan heel goed terug. Natuurlijk is het makkelijk als je promoveert, maar die jongens waren ook op Mallorca en ook echt een goede groep, wat heel veel met elkaar optrok. En zelfs laat in de nacht zag ik ze allemaal bij elkaar staan, dus dat vind ik altijd een goed teken. Vandaag open dag, publiek erbij, je doet toch een beetje rustig aan op zo'n training, is het toch wel bijzonder? Nou, het is leuk om te starten. Het is leuk dat het publiek bij is. Nieuwe jongens zijn aanwezig, dus het is altijd lekker. De eerste training is altijd wel, weet ik uit ervaring, niet goed qua kwalitatief gezien. Want ja, je moet wennen en een nieuw veld en je coördinatie en alles is weer opstarten. Dus kwalitatief leg ik dan de lat nog niet zo hoog. Het is wel lekker om de kop eraf is nu. Na het voorstellen, hè, dan gebeurt er iets anders. Lars Veldwijk, speler van het jaar en neemt afscheid. Ja, dat weet je natuurlijk al lang. Doet het je toch nog wel een beetje pijn als je hier staat? Nou ja, pijn. Meer ook de waardering van wat hij gebracht heeft voor Excelsior en voor ons allemaal. Natuurlijk is het een grote aanlating, dat is duidelijk. Maar ja, ik weet hoe het werkt. Dus ik had geen % vertrouwen dat hij ook maar hier zou blijven. Dus wat dat betreft heb ik hem daar absoluut bij neergelegd. En hebben we vervangers gezocht en gevonden. Dus wat dat betreft ben ik daar wel tevreden over. Ja, Tom van Weert, Marko Maletic, die hebben wel wat schoen om in te gaan staan zo direct. Ja, klopt. Het is altijd lastig als je een voorganger hebt die het heel goed gedaan heeft. Ik heb dat zelf ook een aantal keer ervaren. Dat is altijd moeilijk. Ik denk voor Tom en voor Marko wel een voordeel is dat ik ook spits ben geweest. En daardoor het sneller herkent en daarin ook kan begeleiden. Natuurlijk is het moeilijk, want je wordt heel gauw vergeleken. Aan de andere kant kan het ook zo voorbij zijn. Nu praten we hier een beetje met supports en zo. En het is allemaal heel rustig en ontspannen. En mensen zijn toch wel gematigd optimistisch. Toch wel van ja, er zijn nog andere clubs die helemaal niet per se boven ons hoeven te eindigen. Het kan best wel goed gaan in de Eredivisie. Deel je dat een beetje? Of zie je toch ja, misschien jezelf en misschien ook het Dordrecht als lelijke eentje nou van de Eredivisie? Nou, ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik zie het als een avontuur voor iedereen. En waar we geen idee hebben waar we staan. Dat is gewoon, het is moeilijk te peilen. We hebben een voetbalende ploeg, vind ik. Nou ja, in de Eredivisie wordt veel gevoetbald, dus dat past goed bij ons. Ja, voor bijna alle jongens wordt het een nieuwe ervaring. Een aantal jongens hebben er gespeeld, maar niet veel. Dus het wordt allemaal aankijken van wie gaat het niveau halen en wie niet. En hoe ver staan we als team? Ja, ik heb daar geen idee van. Dat kan 18e zijn, dat kan 14e zijn. Ja, dat zullen we moeten blijken straks. Het is wat je zegt, want ook de jongens die jullie halen hebben geen Eredivisie ervaring. Nee, dat weet je. We zitten niet in de categorie dat we spelersalaris kunnen betalen voor spelers die al heel ver zijn, heel veel ervaring in de Eredivisie hebben. Dus we komen in de categorie potentie, Eredivisie, top Jupiler League. Ja, en daar hebben we spelers kunnen halen en daar zijn we ook aan het kijken. Dus dat is lastig, maar ja, je weet dat is zo bij Excelsior. Dus je moet dat ook accepteren en dat is ook mooi. En dat maakt de uitdaging des te groter. Net zei je, we zijn een voetballende ploeg. Ga je nog wel de boel een beetje anders doen nu je in de Eredivisie zit? Denk je dat je toch misschien iets meer defensieve zekerheidjes wil inbouwen? Of nog steeds gewoon Excelsior als vanouds? Nou ja, ook dat ga ik ervaren. Ik neig ernaar van om inderdaad toch wel sowieso te gaan voetballen, zoveel mogelijk. Dus niet alleen maar reactievoetbal gaan spelen, gaan inzakken. Dus daar waar ik kan, zeker gaan aanvallen, wel met bepaald beleid. Maar zeker in thuiswedstrijden vind ik dat we ons eigen spel moeten gaan spelen. En niet vol op de aanval, maar wel op de aanval moeten gaan spelen. Want ja, dat ligt een deel van onze kracht volgens mij. En ja, het zal in praktijk blijken of dat ook daadwerkelijk kan. Je hebt wat ideeën in je hoofd, maar of dat daadwerkelijk kan, dat zal moeten blijken. Nou, waarom niet proberen inderdaad? Wat heb je te verliezen? Nee, nou, daar zeg ik ook. We gaan ook uit van onze eigen kracht in eerste instantie. Gewoon lekker gaan voetballen. Past ook bij de club. Past ook bij mij als trainer en bij de groep. Dus we gaan aanvallend voetbal spelen. Ik wil niet vanaf de middenlijn ingezakken en alleen maar gaan counteren. Dat zie ik absoluut niet zitten. En ik denk ook niet, daar hebben we misschien ook de kwaliteiten voor. Maar vooral de kwaliteit om te gaan voetballen, dus dan moeten we dat ook doen.
En je krijgt meteen al de steun van de mensen hier. Zo. Nou, geniet nog even van deze dag. Het is lekker weer ook, hè? Ja, het is heerlijk. Het is lekker rustig, gewoon niet te warm. Het is een lekker rustig, ontspannen sfeertje, wat ook bij Excelsior past. Dus ja, ik voel me prima op mijn gemak. Om later NAC te grillen. Sorry, wat zei je? Om later NAC te grillen. Ja, NAC, ja, zover was ik nog niet. Het is natuurlijk 6 weken voorbereiding, gaan we nu in. Van een heerlijke tijd vind ik dat als trainer ook. Je kan werken aan je team. De teleurstellingen zijn daar nog niet, dus iedereen denkt dat hij gaat spelen en dat moet ook. Dus iedereen gaat er vol voor, dus dat is een mooi proces wat zo kan ontstaan in zo'n voorbereiding. Een weekje op trainingskamp straks, ja, ik kan er als trainer wel van genieten van zo'n voorbereiding.